Hoeveel euro heeft u dit jaar besteed aan vuurwerk? In totaal, niet alleen hier. Ongeveer tegen de 75 euro. Wat voor materiaal heb je gekocht? Alleen maar cakes, fonteintjes en een paar grondbloemetjes. Kom je elk jaar bij deze winkel? Tot nu toe wel, de afgelopen jaren wel, ja. Wie vier je dit jaar oud en nieuw? Mijn gezin, mijn man en drie kinderen. Kun je ook vertellen wat je dit jaar voor vuurwerk gekocht hebt? Thunder Kings, grondbloemen, rotjes en nog wel meer. En jij? Zeven klappers, vuurpijlen en een pot. Hoeveel geld hebben jullie uitgegeven? Dat weet ik niet precies. Krijg je het vuurwerk van papa en mama? Ja. Erik Giezen, vuurwerk Giezen aan de Middenweg 22 in Hoogkerk. Hoe verloopt de verkoop nu na 2 dagen? Ja, het gaat hartstikke mooi. Dat kun je wel zien, hè? Zweet op het hoofd en druk. Dus nee, verklaar ik absoluut niet. Het gaat mooi, Martin. Ja. Drukker dan voorgaande jaren? Ja, het is wel drukker dan voorgaande jaren. Het is, mensen hebben er echt weer lol in. Ik denk dat er weer een hoop vuurwerk de lucht in gaat dit jaar. Het gaat echt, hoe verklaar je dat? Ja, het is toch een populair stukje plezier. Iedereen die heeft er lol in. En de jeugd wordt weer veel spontaner. Die wil dat graag. Dus het gaat hartstikke leuk. Mooi. Wat zijn de grote hits dit jaar? Wat verkoop je veel? Ja, goed, wat ik net al zei voor de jeugd, dat is gewoon de nummer 1. Gewoon die singleshotjes, kanonslagen. Ja, die zijn helemaal wild. Die willen gewoon echt weer naar buiten. Ze willen gewoon lekker knallen. Nou, dat zie je gewoon terug in de verkoop. Dat gaat echt veel verkocht worden. Wat mij opvalt is dat het hele gezin de winkel inkomt dit jaar. Klopt dat? Ja, nee, dat is ook zo. Vaders, moeders met de kinderen 1-2 keer. En ze mogen het helemaal nog niet afsteken. Maar ze hebben toch het gevoel dat ze te weinig hebben. En direct maar weer ophalen. Ja, het is echt een familie... Een middagje uit? Uit, ja, familie dagje uit. Echt leuk, ja. Wat is de gemiddelde besteding dit jaar? Ja, de gemiddelde besteding, als het alleen dat knalvuurwerk is, dan zal het rond een 50 euro zitten. Neem ze wat siervuurwerk erbij mee, dan zit je rond 100, 125 euro. Je bent een paar maanden geleden zelf naar China geweest. Wat kun je daarover vertellen? Ja, China, daar hebben we gewoon alle producten getest. We hebben nou de eigen lijn, fireworks vooral. Waar we heel veel mee doen. We hebben in maart vorig jaar hebben we dat getest. Nou ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. De single shotjes voor de jeugd dus. Die hebben we zelf laten maken. Daar getest. Nou, die zijn gewoon goed bevonden. Nou, die knalden ook naar maatstaven. En de jeugd die vindt dat geweldig. Dat zijn de dingetjes wat we in China doen als we daarheen gaan. Je wil echt zelf zien, zeg maar, nou ja, hoe het knalt en hoe het gaat. Ja. Nee, we testen het zelf en dan kijken hoe het knalt. Hoe ziet het eruit? Hoe zijn de kleuren? Hoe is het vuurwerk? En dat is het belangrijkste. Niet dat je hier iets krijgt wat je niet weet wat het doet. In principe, die lijnen weten we ook gewoon zelf bedacht met een groepje. En zo wordt het ook uitgevoerd. En dan wordt het nog een keer weer getest voordat het op de boot gaat naar Nederland. Dan is het helemaal goed. Ja, Limmer is dit jaar ook een winkel bij voor Friesland. Goed, dat is eigenlijk een nieuwe winkel, dus ja, dat begint wat rustiger. Mensen, de klanten moeten die winkel ook weer zien te vinden. Maar zoals ik het nu hoor van de jongens die daar zijn, gaat dat ook hartstikke leuk. Dus prima.